De Audi Q5 van de tweede generatie is alweer 4 jaar onder ons, maar toch voegt Audi nu nog even een carrosserievariant toe aan het gamma. En dat is deze Q5 Sportback. En dan weten we natuurlijk allemaal wat dat betekent, namelijk een SUV met een aflopende daklijn en daardoor, volgens Audi in elk geval, een wat coupé-achtiger uiterlijk. En we weten ook allemaal dat er op internet helemaal niemand is die zal toegeven dat hij dat mooier vindt dan een normale SUV. Maar ja, dat zal Audi natuurlijk worst zijn, zolang ze wel heel veel van dit soort auto's verkopen. Je herkent die Sportback wel vrij gemakkelijk, los van of je hem dus mooier of lelijker vindt. Onder meer door die zijruitpartij die in een puntje eindigt, een beetje zoals bij de Q3 Sportback uiteraard. En hier aan de achterkant zijn er ook wel de nodige verschillen. Ja, om te beginnen uiteraard ligt de ruit een stuk platter en dat zie je vanuit elke hoek nogal duidelijk. En dan is er ook nog dit spoilerrandje, dat is uniek voor de Sportback. En als we dan verder naar beneden gaan, dan heb je trouwens ook nog een andere achterbumper, waarbij dit de S-Line is. En Audi krijgt wat mij betreft sowieso al 100 punten voor het feit dat ze deze keer geen nepuitlaten hebben gemonteerd. En hier zien we ook het typeplaatje 50 TFSI E. En die E die staat bij Audi voor een plug-in hybride. En dat zul je eigenlijk altijd aantreffen op een Q5 en dus ook op een Q5 Sportback vanaf nu. Want Audi levert deze auto's alleen nog maar als SQ5, dat zijn dan geen plug-ins, en als plug-in in 2 varianten. Ja, en dan zoek je daar een concurrent bij en dat valt nog niet eens mee. Want de BMW X4 die kwam als eerste in me op, maar die is er helemaal niet als plug-in. Bij Mercedes hebben ze wel zoiets in de vorm van de GLC. Maar ja, in alle eerlijkheid was die niet beschikbaar. En daarbij is het ook nog eens een keer zo dat die auto een beetje op zijn laatste benen loopt. En dus moesten we uitwijken naar een iets minder directe concurrent. En die hebben we gevonden in de vorm van de Volvo XC60. En dat is natuurlijk wel een hele sterke speler in dit segment als het gaat om plug-in hybrides. En dan is het ook nog eens een keer zo dat die auto een lichte facelift heeft gehad. Hij heeft onder meer een nieuwe grill en in het interieur is het nodige aangepast. Dus dat is een hele goede gelegenheid om weer eens even met een XC60 op pad te gaan. En daarbij is dit natuurlijk ook meteen een mooie gelegenheid om te zien wat je allemaal inlevert qua praktisch gebruiksgemak als je voor zo'n hippe sportback-achtige auto kiest. En het valt in dit geval eigenlijk wel mee. Er is wel een verschilletje in liters en deze auto is ook wel net ietsje krapper achter de achterbank dan een normale Q5. Maar dat is natuurlijk niet waar het grote verschil zit. Het begint pas als je gaat doorstapelen, want daar zit die platter liggende achteruit. En dat verschil meet je wel als de bank plat gaat, maar ook dan is het verschil tussen de Volvo en de Audi maar zo'n 30 liter. En dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen, waarbij ik moet aantekenen dat het allebei niet echt enorm ruime auto's zijn voor hun formaat. En dat komt dan natuurlijk weer doordat het plug-ins zijn. Ik moet wel zeggen, wat ik wel een heel belangrijk verschil vind, bij de Volvo kun je je laadkabel nog onder de vloer kwijt en ook hier links in een netje. En bij de Audi kan dat niet. Je kunt hier eigenlijk helemaal niks onder de bodem kwijt en dus zitten al je laadkabels in een wat knullig tasje. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje een ruimtevreten ding. Het echte verschil in ruimte zul je dan ook niet in de bagageruimte vinden, maar hier op de achterbank. Want ja, daar heeft deze Q5 Sportback wel echt duidelijk minder hoofdruimte dan die Volvo. En trouwens ook duidelijk minder dan een normale Q5. Logisch ook natuurlijk met die daklijn. Ik moet zeggen, Audi heeft nog wel het plafond vrij slim gevormd. Dus je hebt hier een soort inham waardoor je hoofd nog wat ruimte krijgt. En ik kan hier dus met mijn 1,84 ook nog wel oké zitten. Maar als ik echt rechtop ga zitten en ik zet die leuning wat rechterop, ja, dan raak ik wel het plafond. Dus daar is de grens wel in beeld. Audi scoort wel weer punten met zijn achterbank trouwens. Want deze bank kun je vanuit de bagageruimte omklappen. En hij is ook standaard verschuifbaar. En hij heeft dus een verstelbare rugleuning. En daarmee heb je hiermee wat meer flexibiliteit dan met die Volvo achterbank. Min of meer tegelijkertijd met de introductie van deze Sportback gaf Audi de rest van de Q5-reeks ook een facelift. En dus heb je nu op alle varianten nieuwe koplampen, nieuwe achterlichten, nou ja, nog wat kleine wijzigingen. En ook wat wijzigingen aan het interieur. En het voornaamste op dat gebied dat is dat de MMI-knop is verdwenen. Dit was nog een van de laatste Audi's waarin je nog die draaiknop had en ook een soort touchpad, schrijfpad voor de bediening van je infotainment. En die is nu dus weg. Dat zagen we eerder bijvoorbeeld ook bij de facelift van de A4. En in plaats daarvan zit nu een beetje een uit de lucht gegrepen vakje, wat net te klein is om echt iets in te doen. Maar goed, dat is dus ook de plek waar eerst die knop zat. En in plaats daarvan heb je natuurlijk een touchscreen. En ik moet zeggen, ja, eigenlijk vind ik het gewoon een achteruitgang, want die draaiknop was echt wel heel erg fijn. Ja, je moet er iets langer aan wennen dan aan een touchscreen, maar als je eenmaal gewend bent, dan betekent het gewoon dat je zo, terwijl je eigenlijk nog je ogen half op de weg houdt, alles kunt bedienen. En nu moet je toch ook kijken wat je hand aan het doen is. Maar goed, als we dat verleden even vergeten, dan is het wel gewoon een goed werkend touchscreen. Het is snel, zoals we van Audi gewend zijn. Je bent zo waar je wezen wilt. En het is ook heel erg uitgebreid. Je kunt er heel veel mee, allerlei verschillende instellingen. Echt een systeem dat een auto van dit segment waardig is, zal ik maar zeggen.
Je hebt natuurlijk ook een heel uitgebreid digitaal instrumentarium. Ook dat kennen we al heel lang van Audi. En daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Er kan ontzettend veel mee. Je kunt er heel veel informatie op tevoorschijn toveren. En als je dat eenmaal allemaal door hebt, ja, dan werkt dat gewoon heel erg mooi. Voor de rest is dit interieur netjes, keurig, ook degelijk. Zijn we natuurlijk ook van Audi gewend. Maar je krijgt op een of andere manier niet echt het gevoel dat je in een hele dure auto zit. Wat wel zo is, daar kom ik later nog op. Maar dat zit hem een beetje in de vormgeving. Want die ontstijgt niet echt het niveau van een middenklasse wat mij betreft. Het is gewoon een beetje inspiratieloos allemaal. En het zit hem ook wel een beetje in het feit dat de plastics, of de kunststoffen moet ik zeggen, die op zichzelf wel mooi zijn, dan toch net weer een beetje te hard glimmen ofzo. Dus het komt allemaal niet ontzettend mooi over. En een auto als dit zit wel in een prijskategorie waarin je dat eigenlijk wel een beetje mag gaan verwachten. Dus ja, prima, maar niet fantastisch. Wat wel fantastisch is, dat is dat de Q5 bij de facelift ook een groter accupakket kreeg. Dat geldt dan natuurlijk voor de plug-in hybride. Die was er ook al in de Q5 non-sportback van voor de facelift. Nu heb je uit mijn hoofd bruto bijna 18 kWh. En daarmee kom je volgens Audi dik 60 km ver. En ik ben hier vanmorgen ook grotendeels elektrisch naartoe gereden. Het is buiten 16 graden, het regent, de verwarming stond gewoon aan. En ik reed dus op de snelweg met 100 km per uur. En toen haalde ik 58 km. Ja, en dat is gewoon echt een hele nette waarde. Bij heel veel andere plugins zag je tot voor kort in ieder geval dat de officiële opgave dan 50 kilometer was. En dat haal je dan in de praktijk natuurlijk niet. Nou, hierbij dus wel. Ik denk dat je ook in de winter best wel een end komt. En dat is een groot voordeel, want dat betekent dat je heel veel elektrisch kunt rijden. En dat geldt ook voor beide varianten van de plug-in hybride Q5. Want je hebt hem net als voorheen als 50 en als 55. En dit is de 50 en ik denk ook dat dat de versie is waar de meeste mensen voor zullen gaan. Want deze heeft al bijna 300 pk, 299. En dat is zelfs voor een auto die zo'n 2000 kilo weegt natuurlijk meer dan zat als je niet een ontzettende scheurneus bent. Hij is gewoon vlot op het snelle af van 0 naar 100 in een seconde of 6 geloof ik. En hij doet dat ook soepel. De motor in dit gezelschap, in deze aandrijflijn, is een 2 liter 4 cilinder. En als je flink op het gas gaat staan, dan laat hij zich wel een beetje horen. Maar het gaat eigenlijk nooit echt storen en je hebt eigenlijk altijd genoeg kracht voor handen. Zeker omdat hij dus gewoon soepel reageert als je ineens besluit wat meer gas te gaan geven. Het systeem trouwens is wel een beetje bijzonder, want je hebt gewoon quattro vierwielaandrijving. En daarin zit dan die elektromotor verwerkt. Dus het is niet zoals bij heel veel andere plugins en ook bij die Volvo dat de elektromotor op de achteras zit en dat je daarom vierwielaandrijving hebt. Ook bij Volvo kun je kiezen uit twee plug-in hybride aandrijflijnen en dat zijn als vanouds de T6 en de T8. En ik moet zeggen, die T6 die is ook een stuk krachtiger dan Audi's 50 TFSI-E. Maar als je dan toch besluit dat je geld gaat uitgeven aan onzin, dan kun je in plaats van zo'n sportback koets natuurlijk ook kiezen voor een dikke vette T8. En dan heb je ineens 390 pk in het geval van de auto waarin ik nu rij. Maar als je hem nu bestelt zelfs 455 pk. Want net als Audi heeft Volvo zijn plug-in hybride aandrijflijnen allemaal tegen het licht gehouden. En dat levert ook onder meer vermogen op. En dat bij een gelijkblijvende prijs. Dus dat is mooi meegenomen. En nog mooier meegenomen, dat is dat de auto's ook een stuk verder komen op stroom. Want ook hier is de accu vergroot. En dat is maar goed ook, want dat is wel een beetje een heikel puntje bij deze oudere versie van die T8 aandrijflijn. Ik geloof dat deze auto zo'n 40 km ver moet kunnen komen. En dat is in vergelijking met heel veel concurrenten wel een beetje weinig. Maar dat is dus nu ook opgelost. Volvo monteert een veel grotere accu. En daarmee kom je ineens op papier zo'n 70 km ver. Dus ik verwacht dat het dan goed vergelijkbaar zal zijn met die Audi. En dat je dan ook nog 455 pk krijgt. Ja, dat is eigenlijk gewoon overdreven. Maar natuurlijk wel leuk. Want zelfs met deze 390 pk is deze auto al echt gewoon snel. Je gaat op het gas staan en hij schiet er vandoor. Zelfs als je al dik 100 rijdt. En dan ben je eigenlijk bijna altijd de snelste. Ik moet wel zeggen dat die Audi wat betreft souplesse net even wat meer punten scoort. Bij deze auto merk je soms nog een klein schokje als de benzinemotor erbij komt. Maar aan de andere kant, we hebben nog niet met die nieuwe versie gereden. En die heeft een grotere elektromotor. Dus het zou kunnen dat die aandrijflijn daar ook wat soepeler van wordt.
Dit is al wel een gefaceliften XC60, ik zei het al. En dat zie je aan de grill, maar ook hier in het interieur. Onder meer heb je een nieuwe knop voor het panoramadak, dat trouwens standaard is op een plug-in hybride XC60. En je hebt ook het nieuwe infotainment systeem, wat gebaseerd is op Android Automotive. Dat kennen we al uit de XC40. Het lijkt wat minder uitgebreid dan het oude Volvo systeem, maar tegelijkertijd is de integratie van al die Google functies, ja, dat levert toch wel een heel aantal voordelen op. Zo heb je bijvoorbeeld gewoon Google Maps, ook voor je neus hier in het instrumentarium. En daarin staan natuurlijk ook de bestemmingen die je ooit in je telefoon hebt ingeklopt als je even inlogt. En je kunt ook, net als op je telefoon, gewoon allerlei apps toevoegen en dus ja, de auto een beetje naar je hand zetten. En al met al maakt dat dit toch wel een heel erg fijn systeem. Het reageert ook gewoon snel. En je kunt uiteraard via de scherm ook nog bij allerlei autofuncties terecht. Wel bij een beetje te veel autofuncties, moet ik zeggen. Want wat jammer is, dat Volvo dat draaiwieltje van de rijmodi heeft wegbezuinigd. Dus dat zit hier nu niet meer. In plaats daarvan moet je dat nu in het menu regelen. En dat is jammer. Want als je je rijmodus wil veranderen, dan is dat bijvoorbeeld omdat er een bocht opdoemt of een hele slechte weg. En dan wil je dus even snel kunnen aanpassen. En dat is hier dus niet zo het geval. Wat betreft het rijden zijn er eigenlijk verder geen grote karakterverschillen tussen de Audi en de Volvo. Want het zijn allebei auto's die nadrukkelijk op comfort zijn gericht. Deze is nog wel ietsje zachter. Waarbij ook deze trouwens op het luchtgeveerde onderstel staat. En ja, ik zeg het opnieuw, dikke aanrader. Daar ga je echt een beter rijdende auto van krijgen. En ik vind de besturing van de Volvo ietsje fijner. Maar ja, het zijn wel echt nuanceverschilletjes. Wat wel een grote verschil is, dat is het interieur. Want ja, wat mij betreft voelt deze Volvo meer als een dure auto dan die Audi. We kennen de vormgeving van Volvo natuurlijk al een paar jaar in deze vorm, eigenlijk al sinds de huidige XC90 werd geïntroduceerd. Maar het blijkt gewoon super goed houdbaar. Het oogt heel tijdloos, heel opgeruimd, heel eigen ook. En de materialen die zijn toegepast, die ogen ook allemaal net even wat natuurlijker en wat hoogwaardiger dan wat Audi monteert. En daardoor voelt de Volvo wat mij betreft meer premium, duurder. En dat is typisch, want hij is een stuk goedkoper. Zoals die hier staat kost deze XC60 83.000 euro en de Audi zoals we hem nu hebben 93. Dus dat scheelt 10 mil en sowieso is het zo dat de Audi bij een gelijke uitrusting altijd wel ietsje duurder zal zijn dan deze Volvo. Ja, en daarmee kan ik eigenlijk niet om de conclusie heen dat deze Volvo de test wint. Maar goed, er is natuurlijk ook niemand die ooit heeft beweerd dat je op rationele gronden bij een sportback uit zult komen.